Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. En gisteravond ben ik op tijd naar bed gegaan. Jordi is nog wakker geworden. En ik denk dat het weekend toch wel heel erg druk voor hem is geweest. Hij is eerst nog even bij mij gelegen. En ik heb hem half slapend geknuffeld. En dat vond hij heel fijn. Ik zei tegen Niels op een gegeven moment van misschien dat hij toch nog even een extra flesje wil tutteren. Gewoon puur voor extra vocht ook en zo met het weer. En dat heeft hij ook gewoon lekker gedaan. En ik ben toen echt in slaap gevallen. En Niels heeft hem uiteindelijk weer in bed gelegd en hij is weer in slaap gevallen. En hij is nou net wakker. Ik heb al was opgehangen, was aangezet enzovoort. En ik ga hem eventjes uit zijn bed halen. Eens kijken of hij vrolijk is. Goedemorgen. Ja. Ben je wakker? Ben je aan het doen? Ja. Heb jij lekker geslapen? Hey, hallo. Heb jij lekker geslapen? Ja? Oké. Hallo? Heb jij lekker geslapen? Ben je allemaal aan het acrobaten? Ja, zullen we jou eens uit bed gaan halen en eens gaan ontbijten? Boe. Jordi heeft zijn fruitje gehad. En hij krijgt een flesje. Ja. Hij is een beetje chagrijnig nu. Ben je moe? We hebben zijn luiertje alles gedaan. Brilletje af. Mama jouw flesje geven? Hij maakt altijd tijd, en heeft Niels hem geleerd. Hij maakt altijd tijd om dit te doen. Hoe boos en hoe verdrietig die ook is. Ja, vind ik ook. Zoals je ziet, Jordi is wakker. Ik ben ook wakker. Ik heb even een uurtje geslapen. Ik was ook nog moe en alles van het weekend. Dus ik dacht, laat ik ook een uurtje nog even gaan liggen. Heb ik gedaan. Ik kan nog wel een uurtje slapen, maar goed, dat gaat niet. En Jordi was ook wakker. Hij was een beetje boos. Ik denk dat hij boos is op dat het zo warm is. Nou ligt hij precies voor de waaier. En hij vindt dat heerlijk. En hij ligt nou lekker de gymnastiek aan te doen. En dan vindt hij het wel prima. Maar ik moet wel op hem letten. Ik moet wel op hem letten. Want hij kan tegenwoordig enigszins voor het kruipen. Dus het lukt hem om eruit te naaien, zoals wij hier zeggen. Hè? Het lukt jou om eruit te naaien dan, hè? Ja. Maar goed. Ik ga heel eventjes wat aandoen.
En dan ga ik met Jordi naar beneden. En dan gaan we soepie doen. Gaan we lekker soepje eten. Tomaatsoep had ik uitgehaald voor me. Hij is er weer tussenuit aan peren hier. Ja, jij was er weer tussenuit aan peren, hè? Huh? Ja. Was je er weer mee bezig, hè? Hé, hey, daar gaat hij. Hoppakee. Hé, hey, kleine rotzak. Ga je heen? Ga je heen? Ga je heen? Joehoe. Moet bij mama blijven. Daar staat nog een wasmand. Daar ligt opgevouwen was en alles in. Cookie. Hallo. Oh, ben je weer terug? Oké. Niet afzetten nu, hè, want je zit precies op mama, tegen mama's buik aan. Auw. Wel dus. Wij zijn nog heel even naar een verjaardag geweest van vrienden. En Jordi was zo aan het huilen. En wat we dus, gewoon zwemmen. Wat we dat we dus nu hebben gedaan is omdat hij het ook zo warm had. We hebben hem even in het zwembad gedaan. En nou is hij happy de peppy. Samen met papa even in het zwembad. Boom. Yes. Die zijn kalfjes. Heb je het goed, hè, jongen? Met zwemmen. Ja, papa. Zijn laksigheid weer beloond. Door het zwembad niet op te ruimen. Nee, dat is waar. Ik wilde eigenlijk het zwembad opruimen, maar ja. Ik denk, laat het toch maar staan voor de zekerheid. Want zonde als het dan net zoals nu warm is en je kan niet zwemmen. Hi. Ja? Hallo. Hallo. Ja? Wat een lekker ding. Ben je lekker even aan het afkoelen? Ben je even aan het zwemmen? Ja? Ben je even lekker aan het zwemmen? Ja, 28,5 graad? Ja. Oké. Okay. Ja. Raad wat wij in ons bedje hebben. Hij werd net wakker en hij was helemaal over de zeik en papa was douchen, dus mama heeft mij gepakt, zeg maar, en geknuffeld en dat vond ik nog niet genoeg, want ik had mama aan de nek vast. Oh, nu hier nog crème zitten. Ik had mama aan de nek vast en toen moest ik bij mama blijven. En ik verweiger om mijn ogen open te doen. Dat is niet erg. Maar wij gaan wel lekker proberen te slapen. Het is te warm, hè? Ja. Dus, ja. Wij zijn na het zwemmen is hij even de douche ingegaan. En hebben we een
helemaal ingesmeerd en nog een flesje gegeven. Dus extra. Auw. Serieus. Meneer Spast. Auw. Ja, mijn arm ligt eronder. Daarna heeft hij gewoon in slaap gevallen. Hebben mijn bedje, of Niels heeft in mijn bedje gelegd. En nu is hij dus weer wakker. Papa moest van mama het raam dicht doen op jullie slaapkamer. Dat heeft daar helemaal geen kut mee te maken. Maar toen was hij aan het woelen. Je laat mij niet uitpraten. Nee, tuurlijk. Dat zou ik ook zeggen. Waarom ben je nog steeds slaan? Dus jij was het in mijn raam. Ja, precies, ja. Nou, wij gaan lekker slapen. Tenminste, boven nu tot. Dat is het allemaal. Ik ga niet uit mijn bed als je me weg wil hebben. Ik kom nooit meer van me af, Jordi. Namens Jordi. En namens onze Kees. Welterusten. Welterusten. Een hele goede morgen. We hebben een beetje een drukke ochtend gehad. Vanochtend is fysio geweest. Hebben we geoefend. Daarna ben ik gelijk naar de winkel gegaan. Boodschapjes gedaan. En Jordi heeft nu net zijn flesje gehad. En die gaat zo dadelijk lekker slapen. Het is namelijk al 12 uur nu. Dus het is tijd. Hij heeft een flinke papfles op. Dus ja. We hopen dat hij dadelijk even lekker een paar uur slaapt. Dan is hij niet zo kriemelig. Oh, ben je moe? Oh, ga je lekker slaapje doen? Je hebt een flinke papfles op, hè? Al het vocht wat ik er nu extra in krijg, daar doe ik het voor. Hé, jongen. Ik hou van jou. Oh, oké. Ja. Je bent moe, hè? Ja. Ja, je kijkt een beetje scheel. Hoe moe hij is, hoe scheler die kijkt. Met of zonder bril, is gewoon hetzelfde. Je lekker een vol buikje, hè? Ja. En dan komt straks komt thuiszorg komt weer spoelen. Dus dan hebben we dat ook weer gedaan. Maar goed, ik ga hem heel eventjes op bed leggen, want ik denk dat hij dan zo slaapt. Ik had een tijdje geleden heb ik nieuwe tegels besteld. Ik had deze zwarte, bruine en beige tegels had ik al bij Ali besteld. En ik had die nog liggen. Maar nu had ik extra tegels weer bijbesteld in deze kleuren. En dat ga ik nu heel eventjes vervangen. En eventjes kijken wat voor motiefje ik ervan kan maken. Ik zal straks het eindresultaat even laten zien. Nou, ik heb het voor elkaar. Ik heb de hele box helemaal schoongemaakt. En de tegels vervangen. Kan die weer lekker speulen. Jezus zegt, de reuzel staat in mijn bilmaatje. Maar goed, ik heb hem wel af. Inmiddels is hij ook wakker. Ik zal eens eventjes naar boven lopen. Ik heb even gehaast, want hij was al een kwartiertje ongeveer wakker. Ik denk, dan moet ik even tempo maken, dan is het klaar. Ik heb je andersom in bed neergelegd, hoor. Ik had hem met zijn hoofd toch echt straks daar neergelegd. Ben je in tune? Ben je allemaal aan het doen? Ja? Ben je gedraaid een beetje? Ja. Hallo? Hallo? Ja? Hoe is het, vriend? Je lekker slapen? Ja?
Nee, oké, okay, dat kan. Oh, boom, boom, boom! Ik kwam het van ver, het vertellen. Oké. Okay. Ik ga hem heel eventjes soep geven. En even op adem komen. Deze kleine Muppet is inmiddels gespoeld, heeft gegeten, is in bad geweest. En we gaan zo dadelijk zijn tandje poetsen en dan mag hij naar bed. We hebben inmiddels ook al gegeten en alles. Ik ga zo de keuken ook opruimen en zo. Maar zo dadelijk eerst het tandje poetsen. Maar hij ligt nu nog even lekker te spelen. Of nou ja, in zijn eigen wereldje bivakeren. Ook dat mag. Prima. Dan gaat hij dadelijk een keer ook naar bed. Als hij gaat slapen tenminste, want ja, hè? That's the question. Hij lag in bed en ik had hem heel even aan het slapen. Ik denk dat hij anderhalf uur geslapen heeft. En toen was hij alweer wakker. Verdomde warmte. Ik heb hem al mee naar beneden genomen. Ik ga hem zijn slaapzakje even uitdoen. En dan gaan we eens even kijken wat we ervan kunnen maken. Ik ben nu de ups en downs aan het editen. En ik kwam erachter dat ik de vlog niet had afgesloten. Dus dat ga ik nu even doen. Bedankt voor het kijken. Deze ups en downs gaan we nu even afsluiten. En voor degenen die naar bed toe gaan, wel trusten. Voor degenen die opstaan, een hele goede morgen. En tot de volgende ups en downs. Oh, trouwens. Jullie is uiteindelijk wel in slaap gevallen. Maar het duurde even.